Hij laat de plekken lijken ze een klein box-type vibe. Um, Onze rol. Al lang, ko, actually. Hmm. Dat is geweldig. Alas, maar ik moet zien. Ik kan even beginnen. So toen was mijn drie dingen begon te wat ga ik je nou eerst, vrouw? Maar dit gaan succesieren so moet moeten vatten als je netjes begint met wat je als nou bezig is. <laughs> Want dit is worrell. Ik ben niet, naar nu van mij goed gezien toen toe je aangekomen van. Je kan niet nie bij jou niet. Wat doe je nou als nou? Op die oermelk is ik klaar met mijn ECBC-show. So training is zes oh. mannen seizoen complete. So, nou, werk ik niet meer drie andere week tot nu. Um, ik so sta s' ochtends vroeg op en doe sport op breakfast with mountain Beest bij Jack Aranda. En dan is ik bezig om te werken aan een goede kiezer, wat alles over al de volgende paar maanden gaan wegtragen. Meeste van die werk dat ik op het historium nu ga doen, is maar goed dat ik uit mijn studeer komen uit gaan doen. Want uh, ja. 2021. Hmm. Hmm. Ja. En dan een keer gaan we het oppen? Nee, uitzien, yes. Schatvol. Anyway. Maar nu is het gemakkelijk. Jij is de eerste, eerste gas. Hey. Op een op, op, op ernstige nooit. En ik um, moet zeggen, ik heb zo'n so moe, van so perceptie gehad van jou de eerste keer. De eerste keer dat ik jou gezien heb, was op, op de mk daar. Big Air, die had het geloofd. bubble, so is a, all over. Zo'n so koketiel. Ja, so, ja, ja. En ik heb zo'n, Dit is waar ik je de eerste keer, en toen toe move jij sport toe. Mm -hmm. En daar had ik het die moves, en toen gaan ik zo, oké. En dat draai nou, dat draai wat weer. En jij kent jouw shit. Waar, hoe, had jij, was jij, want jij was, was, was in die, in die perl. Nee, perel. Wat zie <laughs> jullie die koopt? Perel of perel? Perel. Perel. Ja. Maar wat, wel een aangevaller. geval oh, wat ons ze is, ons brood, de algemene mensen wat een ooi van blij, brood van die Wellington. Wat die Wellington? Ja, ze so die perel. Ze so is die chat nee? Wat ons brood van die perel? Ja. Meestal, we mees je nooit, ek gaan perl ik ga een perel toe niet. Ik ga naar nou die Perl toe. Ik vind dat een Perl toe. Ja, dat is die perel. Hoe is het dieper? Dus die perel in okay. die Wellington. Okay. Dieper toe, ja. Nee. toe, ja. Nee. Zie ja. so jullie, ik toch in de kop om perel? Nee, nee, ik, reerlig, nee, amper redig. niet joh. Weet weet je wat is mijn beste? Je krijgt allemaal, ik heb het al gezien, dan gaan die aan van 2 van trakelen, naar toe voor twee weken dan komen ze terug. Eerst ik heb niet ik heb niet zo tref ik ik, ik heb nooit gedink als ik zo vog net op zo. om. je blijft twee weken allemaal maar niet met mij beginnen. Ik beek Nick, Ik big nik en ff, gaan fik. Dus kry. Anyway, was jij is jij sportie? Jij hebt sport gedaan en goed op weet je hmm. niet? Nee, ik was eigenlijk nogal shocking in sport geweest. Ik um, was altijd die... Ik ja, heb net wel probeer te maar ik heb het free INJ-span gespeeld, okay. wat niet geborgen was door de Vismans-campagne. Ik <laughs> okay. he. heb voor de tiende en elfde span net gespeeld. Ik okay. um, so, het, het bijzonder geest gehad, net geen vaardigheden of okay. atletische vermoeden om daar te gaan. Ik um, heb al die dansen gereal, ik was een student, ik geen... het al leugenters gedaan, en toen heb ik rechten geswat, want dat was niet tennis wat en sport gewerkt toen ik op school dit was. Dit ding, Dat was geen ding, was ja. En ik had gedacht, ik ga maar roederlandman moeten woord. Yes. is Toen zei ik, tannies kan mensen, koner, als ze oneerlijk is. I yeah. can do that. Zo yeah. so, wat ik recht, toen werk ik een Campus Radio. ik so, heb voor vijf jaar bij MK en bij 5FM in, in muziek, muziek, muziek gewerkt. Yeah. En die sportding, ik zie mezelf meer als Broadcaster wat ook in sport werkt. Als ja. iemand wat in sport werkt en toen een broadcasting belandt. Dus ja. so dit was altijd het eerste die uit zou voor mij. In sport was eigenlijk niet een lekker plek om live build-ups te kunnen doen. Want ik het altijd live goed gedaan. Zisteria so 1 was live. Die wat ik Kijk niet gedaan. de dagbrek was live. Radio ja. was nog altijd live. Ik wilde niet eigenlijk live gedaan. Ja. En ik kom toe achter... live TV is flippend Min mensen maken, dus min gaps. En die lekkere van sport is... Het is niet net live, niet Dat is ook geen script, nie. Mm, mm, nee. Kan. Supersport doen ook glad niet autocue, nie. Dus so ik veel jaren op autocue gewerkt. En toen... Na vijf jaar in TV... Bij Supersport beland. En toen is dat niet nie autocue, nee. Dat is geen script, Half De van de tijd ga je op je leg, Dan zit iemand in je oor voor jou. Over die ding wat we nu zouden doen... En we kan het niet meer doen, nee. Ga maar net aan. Um, So, thanks. So, ja, ja, cool. Dankjewel. Ja, lekker. Zo jij leren om rarig, zo'n is rarig live tv te doen als je in sport werkt, wat great is. Want ja. is exciting. En die crazy ding is, op je einde een sportsterre, die mensen wat via de coolste stories heet. Absoluut. Dus al wat het gaan. Al wat het is een story. Alle die beste stories. Vooral na rugby. Of na sport. Ja. Maar vooral, ik weet niet, ik zei nie maar rakwee, maar dat is voor mij een hoering. Wat jouw kennis voor rugby? Is het maar met die hele Pearl Gum ding? Ik weet niet, dat is pretty into alle rugby. Ja, ons heeft <laughs> bij gaan gekeken op school. Ik ja. um, was nooit zo'n boer gemiddeld. Um, kleurde de app niet. Maar ik denk ook die environment waaruit ik hmm. kom... Mijn um, my ma mm. so het altijd rugby gekeken, my pa niet. Zo ik heb in een huis groot geworden waar ik en mijn ma okay. mm. en mijn um, sissy samen sport gekeken kijken, Ik kreeg het gekeken, tennis gekeken, atletiek kijken. Mijn pa het helemaal omgegeen. En ik denk dat dit het gehelp want het was niet zo so, uh, gendered ding in mm. ons huishouden. Mijn mm, mm. ma was ook rugby en mijn pa ook kijken. gekeken. Zo so, zo so dit, dit helpt want dan is jouw perceptie daarvan niet zo so limited niet ja. Ik in het begin werken, ik was so ook maar een beetje van een nerd. Ik so ik het rechten geslaagd en geleerd om mezelf aardig te verdiepen in wat ook al die zaak of die topic is. Mm. En muziek was niet zo so challenging. je I mean, kan forever met Franso van Kuip praten over zijn nieuwe album. Heel veel aardig bij een onvoorspelbare. Nee, nee kan maar nie, gooi maar niet al bij en, en en haaien gillen eraan. Ja, wat um, moet zeggen, ik voel me niet reden, Maar dat is alleen met ik. fun jou nogal ek dink is raad wat jy vir aspiring mense kan kan gee wat wat jy 'n goeie voorbeeld van is 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 um om papier te wees in jou navorsing jy was altyd dit was die crazyste ding met Chatbot as as jy instap en ek en potty op balkie al oor die show en ons kan net vir jou soos letterlik vra so wat het gebeur en dan het jy het jy gelees ek raai vingertjie gelag het jy gelees <laughs> en dan babbel jy al hierdie goed en feite af en dan ons altyd soos Hoekom dat sy gee dit? Want dit doen dan sê ek ek sal nooit dan vra soos jy het altyd die beste vir my was as jy so sit en geen so. Ouens het julle geweet en dan s'n so hier kom dit nou. Hier kom dit. En dan maar dan s'n so ek sal nooit vergeet jy daai een keer gesê ek sal nooit vergeet jy die sin begin maar ek kapot het vir lank so. Okay, wat het as jy het jy gesê jy het een keer jy is besig met 'n dokument. Jy begin jou sê ek is besig om te dokumenteer oor die middeleeue of iets in die Engelse geskiedenis. Wat was dit? Ek ek sou iets onthou. Dit was so Stok uit dingen wat je geleerd, of kijk je Ja, pre-medieval pre history van Ierland. Ja, ja, maar je begint juist. Je weet, dus niet... Baie mensen beginnen dus. <laughs> jij Je gaan me nou niet grunnen, maar ik het nou, ik nou zeg die pre-medieval geschiedenis van Engeland. En ik vond daar eigenlijk een potje Oké, okay, wat, wauw, wauw, wauw. En en dit is waar dat je zegt van, ik heb de helemaal verkeerde perceptie, gehad. die verkeerde, andere perceptie van jou. Want jou eerste keer dat je aan je hebt is op MK, en jij um, het hier. fucking jy het 'n vibe en en toe ek jou die eerste keer jou ontmoet in persoon by SuperSport ek het nou daan randpuk want ek het regtig gedink jy weet ek het ek, ek was so half bietjie ek het nie geweet wat jou vibe nie ek het gedink jy's so half ehm um, omdat jy as jy hierdie Joburg tipe ek het nie lekker verstaan nie en op Chatball het ons actually en dan gaan jy na die Weste snags en ek weet net ek, ek dink ons het dit al vir jou vertel want min mense weet jy's jy's so die een van die chomme wat sit en as ons klaar met Chatball is Dan gaan drinken je drink soms een draf op die hoeken, wacht voor En dit is dus glad niet. En al mijn pellen bij mij. Dus die, die beesten gaan uitklompen en, onder die, en die, onder die bus, <laughs> bus gooien. Al mijn pellen, allemaal aan die beginnen. Dan zit je. weet je ik zie jullie het? Voor, voor allemaal naar nou bij jullie gingen. Dat is interessant. Ja, ja. En dan zit so, ze eens bieren dan alles so, we. weet je man, ze is ook een lekker weer. Ze is een <laughs> lekker Eigenlijk is dus elke pijl. En je kan van Jonas Fry zitten erachter. Dus die sla allemaal gaan zo. Maar zij. zij wat is dat? Jullie het niet. Die jullie perceptie van. van ehm um, van wat ek gehad het voor die tyd en toe ek jou ontmoet dit is dis heeltemal twee jy's jy actually moes vir prut En ek is eintlik glad nie koel cool nie. So ek het 'n vriendin wat ook altyd in daai MK daai 'n fotograaf was op die scene. En ek en sy was nie toe vriende nie, maar sy was altyd by baie van dieselfde gigs waar ek was en dan het ek soos ge-MC of sy het foto's geneem opstel by Studio 1. En ek en sy het lank daarna dat ek weg was by MK eers pelle geraak en oh. sy is soos sy is so koel. Cool. Maar sy's net een van daai mense wat soos naturally koel cool gebore is. Sy's net sy't net so 'n vibe aan haar. Yeah. En zij werkt in advertising, ze is een nou, van de advertising Jees, cool mensen. Alles is niet zo cool. En zij is altijd zo, zij lacht altijd zo, dan zei ze, jij is, zo, is juist letterlijk die minste cool mens <laughs> wat ik ken. Jij ja, is zo een nerd. Ik ja. wil niet tuin maken en kompo's maken en hard doen en lezen. Ik had geen hard ik prak over een beetje hout, doe. Geniaal. Ja, ik heb een, ek het een machine. Ik heb de helft van die gordijnen in mijn huis zelf gemaakt. Geniaal. Ja. Ik kan niet zeker gedoen. Nie. Ik heb zo so, Met mijn handen is zo so slecht. Maar shocking. Ik praat van shocking. Ik wil bijgeroeg een meid er Ik wil zo rechten. Ik wil zo uitwerken doen. Het is mijn nieuwe ding. Ik zal mezelf doodmaken in en dan heb Ik is, als ik zeg ik is shocking, bedoel ik ik is... Shocking, ik kan niet iets opslaan. Ik nie. weet niet hoe ik met zijn mental blokken veranderd heb. Nou, je weet, ik kom van die plaats af. Maar gaat het gebrand permanent. Dat als iemand, soos, als, als so, oh. oh. je kan breekt, dan zeg ik zo: Wow, wil Wow, ik kan niet zoals nou. Ik ga net. Ik had last lockdown een uh, Catflap geïnstalleerd. Of wat is een ketfluw? En vanuit so well, wat wat die er kies wat zo swim, dat jouw kat kan niet in de weer gaan. Yeah. Ja, want mijn man was ook zo, ik denk als met iemand en krimen te doen. Mm. En toen kijk ik ja, een klomp YouTube video's, dus ik zei, ik kan het doen. Ik kan niet. 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 Hoeveel katten heb jij? Uh, niet goede donen mensen. Ik laat wonen. Ik heb niet. Ik was in 2019 was ik voor vijf maanden niet bij de Ja. ik ik heb niet die type levensstijl wat uh -huh. cool zal zijn is verouwd Die, die katten denken volledig aan mij als een personeel. So as ek nie daar is nie, dan is hulle hmm. lewe minder gerieflik, maar hulle is in geen op geen wyse ontsteld nie. Nee, yeah, I mean, hulle sit nie it. by die deur met die you know, die, die steltjie yeah. wat swaai en sit en wag, maar mag gaan nou nou huis toe kom hè. <laughs> my katte is unimpressed. Soos at base dat hy onimpressed. Ehm, um, so hulle het letterlik laas jaar toe dit level 5 lockdown was en ons was die hele tyd in hulle space was. Hulle het, het soos ons soos gestaan kyk. Dus so, wanneer ga je nou iedereen gaan is of... Is nou, like, het nou... Laat ik, heb jij niet meer een werk, nee? Ja, wat doe jij? Dus hij was glad niet geïmpressteerd met ons, dat de hele tijd in zijn plek is, nee? Zo, so, katten is niet meer... dit is ek, die type troeteldier, wat voor ons leven stijl bijna. niet stijl, ja. Ik ja. zeg, maar ja. een hond, ik ik laat het maar... Ik vraag weer een hond. Ja. Ik zal morgen een hond krijgen. Ja. Als ik overtuigd was, ik kan voor de volgende tien jaar deel van Boefs leven wees mm. Ja, dat is obviously, obviously belangrijk. En je is ik ben je je treft wel vreselijk baas, so, um, wat je op het coolste land waar, waar je was. So, omdat ik een nerd is, uh, heb ik bijvoorbeeld voor ek, ek het in Rusland een gig gaan doen en naar de Russian Rulers podcast geluisterd, wat uitstekend is. Hm. Die Russian Rulers podcast chart, soos die is de historie van Rusland <laughs> van zo'n paar lang terug. Ja, het en wat het, wat het interessant ja, maakt, is ja. dat is wat het enige land is dat alle eigen mensen in Okay. So in die history of slavery het almal wat slawe gehad het, het mense van oorkant die grens gaan haal om hulle slawe te wees. Ja, jy's reg, ja. Russië het hulle eie mense eenslaaf. Dit is 'n messtap. Net gesê so's okay. Dis hoor jy, kom hier. Jy. jy het 'n lekker ruggie, skouertjies kom. Kom hier na myne. Vir my sirkel. Ehm um, so die Russiese geskiedenis is crazy. Ehm um, so Rusland was 'n baie cool travel destination omdat dit so mesdap geskiedenis het, maar ah. ook omdat dit so is Ga, dit is die dit is die teenoorgestelde van Wes Ons kom nie agter hoe Westers ons is nie. Wat ons kyk die hele tyd Amerikaanse TV en weet wat in Europa gebeur en New Zealand en Australië is baie soos ons en selfs in Suid-Amerika tot 'n mate. Oop ja. Maar in Rusland is basies Western norms soos om te smile nie ding nie. Norse outies. So as jy na die counter toe loop in die hotel om die Fransie hees iets te gaan vra en jy sê hi hallo how are you dan kyk hulle jou so wat <laughs> sê okay. jy nee hulle kappe youton hulle loop weg so jy moet bedonger wees heeldag as jy vir mense smile dink hulle jy daar is so jy's verstandelik gestrem hulle hulle kan nie verstaan hulle kan nie die cues lees van ses vriendelike westerlinge en dit is vir hulle weird dat jy vir hulle smile. Ek dink ek ken 'n paar rasse, paar close-cutter rasse. Ja, yeah, so uh, daar's daar's mense wat geestelik rüssies is en yeah. dan is daar actual rasse en hulle don't do smiling. So uh, dit was en alle hulle hulle weergawe van alles is anders. So hulle noem dit nie die eerste en die tweede wêreldoorlog nie. Dis twee verskillende oorloë oorlo wat niks met mekaar te doen het nie. Hulle noem dit ook nie die wêreldoorlog nie. Hulle noem hulle twee ander name daarvoor. Hulle hulle weergawe van alles is net hulle. Is anders. En hulle leven in een universiteit is bijna goedkoop. Okay. Het is bijna goedkoop om zo te gaan. Um, die geschiedenis is crazy. I mean, het is die weirdste flink, wat je al in je leven gezien hebt, behalve iets reëel. Ja. En hulle leven in een parallel universe, ze um, so ik zal Rusland aanbevelen. Net omdat, als jij al in een Europese land was, dan is al wat verschil die accenten en die architectuur. Maar bijna van Europa is eigenlijk tot een cultureel redelijk homogeen. Mm. In en Engeland en zo, so. maar Rusland is een ander show. Japan ook. Japan, niks van die goeders wat ons denk normaal is, is in Japan normaal niet, en niks wat in Japan normaal is, is voor ons normaal niet. Het nou is die straaltjes, denk ik, dat je het noemt, is hoe cultuur en dus wordt het iets Ik denk die beste, die beste kans van groei voor een mens of die beste geleentheid om te groeien is als je travel. Ja. En je beseft niet, je weet die ander andere werelden en culturen. Ik was, ik zelf, ik ben toen echt jonger was, ik denk dat omdat ik, kom van een plattelandse dorpje af, klein in, in, in Noordwesten, en ik het altijd, als mensen praat niet van die stad toegaan. Ik Dat ach, echt simpel, wie wil gaan? Dus, want je komt je daar uit niet en dis, dis die vibe, en dan, dan wordt je het half afschieten en breek, maar het is zo so belangrijk om te travel, en, en dit is waar dat je nou sê, om dit wat ons als normaal beschouwt, en, en dit ge, dat, dat je eigenlijk meer verstaat, net binnen je eigen land, verschillende culturen, mm. onder je eigen land, dat Goed wat nie vir jou normaal of gewoon is nie en en goed wat vir ander mense nou weer ek weet as jy in sekere lande is, shit heavy weird. Ek het al gehoor soos ehm um, van grouse goed uh, eilande en goed wat mense verskriklike seksuele sulke goed doen en is enorm. Dis net so as okay maar we, that's all we do it. Om vir jou 'n idee te gee, soos vir die 2019 Rugby World Cup moes hulle vir die volunteer program die Japaneese volonteërs leer om high fives te gee want oh, dit is 'n nee nee. In Japan vat jy nie aan iemand. Jy vat nie aan ja. ander mense nie. Jy vat verseker nie aan vreemdelinge nie. Ja. So as jy mense groet, dan buig ons ja, hetwel nou leef ons almal in Japan. En ja. um, in Japan as jy mense groet, buig jy. Ja. Jy jy vat nie ja. soos aan hulle Sien. hande nie. Ja. Jy vat nie aan openbare mense nie. Jy vat nie aan goed waar mense vat nie. Almal dra maskers as hulle effens ja. siek is. Am, alles is verskriklik skoon. Hulle is higiëne bedonderd en Hulle moes die hulle moes letterlik die valenteers wat by die games gewerk het leer om fans die high five. So hulle het dit in in jou, dit dit vertaal letterlik na Japanees toe as high -touch. High -touch. high touch. high touch. High touch. High touch. En en as hulle high touch dan high touch hulle so, geef me high five, so gaan ons so. Hey, jo, so en so. Van haar. Ze hebben een paar keer zo dan dan elke is keer als je bij een game uitgegaan, het enige wat in Japan was, of als je bij een match was en je loopt uit per historie en dan line al die volunteers op om via Babai te zien. Ja. Maar in plaats van om die Japans ding te doen in te bijg, hij touch. High high touch. High hylle, ja, allemaal zo. So, en hij is zo so uitgefrikt door die high touch. Ja, story. Dat hij allemaal een klein beetje stier is. Dat <laughs> is crazy. So culturally is er tussen Japan en die race van de wereld. Een huge kloof. So ik en, en, was zo so vriendelijk. Ik was zo de moeder toen jij Wildcat toe gegaan had. En ik kon niet gaan. en Dat was vreselijk. Jij kan nog steeds Japan toe gaan? Ja, ik wil. Ik wil baie, ik wil baie. Ik was in in Hongkong. En ik was in China. China was niet mijn vibe. Ik mm. Ma, nee, nee, ja. ja, Maar is, dus weird, het is niet Japan, Nee, ik weet, ik weet. Ik praat niet van Oost-Oost. Maar cultureel is... Het is weird hoe dit niet... Ik heb in mijn leven nog eens een gruis mensen ooit moeten in mijn leven. Nie. Ja. Ik was in die suide in 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 of iets is dit. En, en dis die olieprovincie provinsie. Hulle praat van de oil province. Nie die skoonste plek Ik hmm. Ek het daar ek het ons nou staan ons in 'n dis in een hotel geweest waar ons geblei het. Gaan ik same en in, in in die in lift op pad komen te kamer toe. Hij steek vir een, lekker pijl aan in die lift. Nee, in die lift van daar rook zo. so. Nie, wat is, Kaka. Vang een pijl, en hij haal iets uit keel iets uit hij heeft zeker vier kilo's verloren na die actie, maar hij gaat haal uh, hem uit, gooi hem aan die hoek. En eigenlijk zo, oei, oké, goed. En jij? Ping, gaan we met zijn pijl, hmm. gaan aan. Ons het gaan eten, en dus daar naar zijde van die plek is, is juist waar die honden niet goed geëed worden. En die oude zoon was, ik nog so niet vergeten, dus ons, weet, gaan in die zei, kom eens een beetje in de straat, en dan ons kijken, hmm. ons kijken een en kijken hoe dingen aangaan ik wou niet Alles wat alles wat je eet, leef je kies je alles mm. krappies goed. groenten pronsen ook een goed want dit is het wordt niet goed en ons maken die soort allerlei allerlei dit is zo so jelle denk en eten wankjes eten twee twee ons is dopen ik train als eet. ik zal nooit ik zal nooit dan wil je even dit is vreselijk. en ik heb het ik ik heb zo'n honger en die een aand toen we naar het lauw was daar met, met, met ons, wie is er uitgekomen, was al gedurend, vatten we ons, het, vat ons uh, karaoke TV. Zo'n klein kamer. En hij was allemaal, zo. hé, 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 we zetten het als goedjes. En ik zal nooit vergeten, en die oude, wat ons, oude Oliver, dat was onze connection daar. Ze enigst hadden we het Engels praten. En hij zei toen voor ons, nee, wij gaan ons naar treat vandaag. En dan gaan ze so ook kijken hoe het allemaal te bang. En hij komt daar, met is een soort bakse Maar kijk zo en ik, nou, zing allemaal, en is lekker, die gang, en het raas, en ik zet die vorm, Oliver, maar dit ruikt, en zijn, en dan kan je lekker horen, en hij gaat zo, special treat, en ik zeg zo, wat is dat, en ik hoor dat, en ik hoor zo, ik hoor iets en ik ga zo, cool, zeg je maar dier, en dan probeer ik zoek, maar ik proef je, en ik zou nooit vergeet. en ik voel dat eerst, en zo, maar dit dat is alsof het smelt, Dit is die lekkerste vlees, wat ik in mijn leven geët heb, nou, ik, oh shit, you know, dat is die, dat echt gaan zo, die, hij wat zong, echt gaan zo tjom, amazing. Mm, mm. Maar ek ek lyk jy weet ons so het kinders wat mos maar nou so hulle mm. pop net in. Ek ek gaan net so want ek weet nie wanneer gaan ek gelukkig like vleis eet nie. En nou nou probeer ek uitfigure want ek meen ons wild hieso is is nie altyd so succulent en droog. Wel tokbok miskien wat is nou in elk geval 'n soort forendier. Maar is gewoonlik nie proe dit en nou probeer ek uitvind wat se so de dier is dit. En nou nou Google ek deers of Ch southern china. Nou sien ek hier 'n bokkie en 'n dingetjie nou slip vra ek for Oliver which one. Hy gaan so, no, ek verstaan nie lekker wat. Ek gaan so die vleis, wat is dit? Hy gaan so nader my oor toe sy beer gesê en nie deer nie. Beer. Toe vreet ek, beer. een of ander rooi beer endangered ding. Wat toe nou 'n mens se tree is vir ons en hy's net so aan ek gaan herken, ek sê, maar ek's jammer ek ek erken dit. Ek het nog 'n gevaar daaroor want dit was flippen lekker. Ek sê hom, hy was klaar dood. So, jy weet ek nou met die laaste dingetjie oor. Ja, so is. Wat wat Ek het tog loodsiek lekker vleis in my lewe. Nie hoe ek jou nie, niks nie. Voel dis lusiger dat ek jammer oor, ek sal absoluut nie nooit weer doen nie. Ider en in nou. Insane lekker. Weet jy, on the topic of bears. Ja, as jy weer Amerika te gaan moet jy Jessen National Park toe gaan. Maar as jy in Jessen National Park gaan glamp, dan loop daar beere los rond. Eksuit. Daar is foto's van hoe mensen die arme beerkies omrijden. Als die, die, die beren lopen op je pad, dan rijden mensen die, mense die beren om. Zoals so, Orel ik goed heeft gezegd, opa, als die lopen beren, moeten ze niet omrijden. Hoe oh, jij een beer. Wel, het is weird, want het is zo so groot. Het is een kleinere gebrein beren. Als ze er niet op staan, nie, dan is ze zo so groot zo so een so groot so grijtdijn. So nee, dat is niet een Ik weet niet wat een so beer het is. Be. Maar dit is zo so groot als een als hij op zijn olfhoorns loopt. Oké, okay, dat is fris. En, As jy in een van daai glamping tente bly, mag jy nie jou soos jou body wash en jou moisturizer en enige van jou kosmetiek goed by jou hou nie. Jy kan dit ook nie in jou kar los nie want die beere ruik dit en hulle wil dit hê. So daar's al so 'n So 'n so 'n metaal locker waarin jy al jou goed moet toesluit. 'n Bearproof ja, locker. 'n Bearproof locker. Lê ons daai aand in ons glamping tent so en hoor hoe die beer krap in die locker om by die goeder te kom en die locker is letterlik net hier buite die tent ek is so oe. oeps ja ek dref ek weet nie of ek dit sou doen nie alhoewel ek meen ons in Afrika ons het ons dit baie ek het al so geleend slaap in wangie in in zimbabwe het ek uh, en dan ja en ons het gedruk so hulle neuse so goed ek so teen die tent en so ag i guess it's kind of the same behalwe 'n beer is vir ons as suid-afrikaners nog al 'n wilde ding dit trouens maar ek dink vir meeste mense nogal want ek kyk 'n beer Dat is niet jouw, is, is niet jouw. Nee, Vooral is het kleintje komen hello, en als mama dan. <laughs> <laughs> ik heb Hoe beetje ik. Ik love je beer in Peach. <laughs> <Ja. laughs> Hallo? Um, hoe kom het je hier ook geschreven? Want ik heb in 2019 voor de ICC gewerkt en ik heb World mm. rugby gewerkt en ik heb bij Jack gewerkt en ik was voor meeste van die jaar bij Supersport. En die ding waaruit ik de meeste geld gemaakt dan in jaar, was mijn Instagram profiel. Genie? Hoe? <laughs> Geen maar hoe. Dit is mijn ja, vragenles, dus kan ik een Kan jij dat doen? Ja. So, dit is verzekerd deel van, als ik naar na mijn werk kijk, als we freelance bezigheid, dan is het een van die like, sterkste pilaren. En ek het in Engeland en in Japan soveel amazing mense leer ken en op groot global campaigns gewerk vir Mastercard en 'n verskeidenheid ander mense. En agtergekom dat dit waarmee ons as influencers in Suid-Afrika besig is nie ons is nie, ons hoef nie terug te staan. Daar's nie soos een van hulle secrets ons daar buite dat influencers wat in ander dele van die wêreld werk meer weet van mm. hoe om dit te doen as wat ons doen nie. Ons almal is besig om dit uit te figure. En daar is verseker geld om te maak. Ek was ek was deel van 'n span influencers byvoorbeeld in Japan, 'n ou van Australië, 'n girl van Nieu-Seeland, ek en 'n chick van Japan. En ons het vir Mastercard content gemaak en Ehm um, hulle het niks meer geweet. Hulle het hulle het hulle het geen special insight gehad wat ek nie gehad het nie. Ons het ehm um, 'n uh, content deliver aan 'n agency wat in New York gebaseer was en hulle werk across NFL, NBA, ehm um, PGA Tour, golf, rugby. Hulle I mean okay. hulle manage client profiles in al die groot sporte. Helet op geen rare wijze gewerkt, als die agencies soms in Zuid-Afrika werken niet. Dus so dit was niet voor mij zo'n so validating experience sien dat om te zien dat niet alleen die inhoud wat ons maakt, zoals die type inhoud niet, mm. maar ook chat Ball bol en die influencer campagnes wat ons in Zuid-Afrika in algemeen doen hoef gelaten niet terug te staan mm. op een international level voor enig Iemand niet. Mm, mm. En de ene ding wat ons in Zuid-Afrika meer van kan doen is om die lezen wat ons geleerd heeft met elkaar te deal. Want ik heb mm. een, een huge gevoel van generositeit gekregen allemaal met werk te doen. Gehad. Het allemaal iets vrijelijk met mijn gezelschap. We willen doen wat we doen. We willen audiences bouwen. Alles wat ik in die boek bespreek. Mm. Heet ik, met andere mensen buiten Zuid-Afrika bespreken, besef ons praat nooit met elkaar. Ons is nooit bezig om, om boeken van elkaar op te gooien. En te zeggen, weet yeah. je wat? Mm. Hier is voor mij flipp en lekker manier om jy weet soveel vordering te maak. So ek het teruggekom en met 'n klomp mense wat ek dink great right influencers is. Katinka die Kat, Bouer, Nadia Jafta, Maps Mapunjane, Rachel Cullisi, 'n mm -hmm. verskeidenheid mense onder hyre gereel. In feite, in letterlijk al alle goed gaan vragen van mijn sukkel. Hoe weet jij hoeveel vra ver-content, sponsored content? Mm. Hoe gereeld rol jij sponsored content uit zonder om je audience helemaal te verliezen? Mm. Hoe bouw jij een grotere audience? Hoe bouw jij die audience tot wie jij graag wil spreken? En dan hoe krijg jij die brand met wie je graag wil werken om, om sponsored content samen met jou te doen? Mm. En um, en dit is alles goed waarmee ons almal eintlik die hele tyd sit, sit stoe. en stoei en toe het ek die boek geskryf na nou, aanleiding van al die onderhoude wat ek met al hierdie mense gedoen het maar ook my eie navorsing my eie ervaring ek het ook gaan praat met so die een ou wat wek in New York gewerk het Ik heb het met Omer onderhoud gedoen. Ik heb met Mike Shaman, wat de Zuid-Afrikaanse. Ze is mm. absolute guru op het gebied van um, agencies en monetized en sponsored content. Wat aan die agency-kant werkt. Gaan praten en gaan zeggen. wat de grootste fouten wat ons maken als influencers. Mm. Wat moet ons meer van doen? Wat moet ons minder van doen? Wie impreekt jou? Voor wie follow jij? En denk ik, yes, hier die uit. De Clue. Best, ja. En ik heb allemaal met wie ik onderuit gedaan Gevraagd: Voor wie follow jij? Bij wie bij wie ze al staan, je stil en zei, so jezus, iedereen weet wat het doen. Mm -hmm. um, so dat was raar, I mean, dit was so vir my, want ek het was zowel lekker een voor mij, want ik heb die gelegenheid gekregen van allemaal vrouwen, te van ik altijd kan En ik heb ook een gelegenheid gekregen om mijn eigen journey en mijn eigen filosofie weer en out te kunnen delen met de groter Want ik voel, ik en jij praat en ik en Armand ook wat de Tommy van mij is praat en ik en Martin en Liesel praat en zo, we zo een beetje van een gemeenschap. En gemeenschap is binnen die breer content en media gemeenschap. Mm. Maar als jij aan die buitenkant staan, als jij op dit stadium een kleuterschoolbedrijf maar jij wil eigenlijk een in interior decorator, influencer worden, dan is het bijna moeilijk voor jou om van hier af te komen. Want je hebt niet genoeg contacten in die veld. Nie, en ik denk dat je dit moet zo hebben: kluist, circuit, storywezen. Ik denk dat je zo'n groot golden kwijt. oor ehm um, die feit dat ons insufficiency feel want ons is bang en dis hoekom ons stywer en stywer en stywer vasklou aan die life raft. Mm. En hoe meer ons laat gaan, hoe meer vrymoedigheid, hoe meer ons deure oopmaak en met mense begin praat, hoe meer gaan jy heen en weer deur daai deur kan loop. Ehm mm. um, en dit is wat ek meer van wil sien. Absolutely. Mense, mense is gewoonlik ook ehm um, veral Suid-Afrikaners, nie almal nie, maar ons het gewoonlik hierdie hierdie stigma rondom ons. En dat is raar so, Van, ons gaan je eindelijk aan de mensen iets. En jij is zo bang, je deel iets met iemand of helpt iemand. En hulle is meer succesvol als jij of gaan naar een andere Ik noem ons, het de scarcity mindset. Dis, dis, ons leven in een wereld waar er zoveel so vrees en armoede is. Ja, ja. Dat ons hier die scarcity mindset heeft. Ons is dus, daar is niet genoeg plek voor ons allemaal niet. Daar is niet genoeg sunshine voor ons allemaal in mijn spat niet. En ik denk, die gesteld is waar. Ik stel met je zo. So, maar ik denk, hoe meer je hoe meer iemand kan helpen of, of gaan jy 'n uitbe van goed. Uh, jy weet as 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 daai persoon as jy as jy as jy totale standaard van die industrie en van content en en goed is die heeltyd gelig word en gedruk word, kry jy great content. Maar nou as jy hierdie ou Trai press en haar ou Trai press en haar ou Trai press dan dan drop die hele standaard, jy he? want jy hoef nie goed beter te doen nie want die res is net kak, verstaan jy? En en dit is dis dis baie waar wat jy sê en dis ek grading want ek dink die meeste jong mense as jy enige jong outjie vandag of of persoonvat of wat ook al. Allemaal wil dit woord. Als je 14, 15, wat wil je woord? je kan kiezen, ik wil influencer worden. Ik wil zoveel wil, wil mensen op TikTok of op... Is je op TikTok? Ik is op TikTok, maar ik is niet active creator op TikTok. I don't get it. Ik zeg echt met jou, I don't get TikTok. Ik heb het opgegaan nu, twee weken terug. Net omdat daar so bij veel fake profiles was. Ik heb het gekregen op WhatsApp. Dan zie ik goed van mij op TikTok. Toen ga ik op TikTok. Dus is al pages van mij. Daar, drie vier, dus Daar is een fan account. A Elma Smit fan account op TikTok. Wat de is followers het Waar iemand letterlijk net mijn Insta stories record. En, en dan repost ja. op TikTok. Wat van je hilarisch is. Dat is hilarisch. Ja. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Maar I don't get it. Ik versta niet lekker. Uh, en dit is voor mij ook een fascinatie ding van social media. Is hoe elke elke field in social media. Het, het, zijn, het zijn eigen Karakter en zijn persoonlijkheid en zijn exactly. followers. Dus Facebook in het begin was alles. Mm. Nou is het netjes van. Dus depressie en ook in mensen lab. Dus negatief en mensen beetje toxisch op. Mm. Twitter is maar die erste. Oh, Ik love Twitter. Twitter is voor mij net omom. Maar en weet je wat ik van Twitter? Elke oude Twitter denker is intellectueel. Je kan zien. Ja, sien. maar onthoud Rikis jij. En is wat ik precies dat ik even iemand zei. <laughs> Jy create op hierdie social media, jy curate jou stream, jou ja, feed. Jou ja. Twitter en my Twitter lyk hier dieselfde nie. Ja. Jy ja, want ek het 'n ander profiel, obviously. So as ek Twitter oopmaak en ek sien iets waarvan ek nie hou nie of ek sien iemand wat negatief koel mm. is, aanval hom. Ja, blok. Maar ons is ons is ons raak om maar dit is dis 'n dis actually out moet doen. Maar wat ek bedoel is op op enige vorm al want jy 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 kan nie altyd beheer hoeveel mense volg jou nie en wat nie, hulle kommentaar is en gaan Ja, okay, maar as iemand een keer op my in my Twitter notifications opduik en ek en ek lees jou nou en ek lees die, die notification van die feit dat jy reply op my tweet ja. en jy is 'n idioot gaan ek jou blok. Ja. Want ja. ek het jou nie nodig nie. Ja. Like gaan gaan cloud iemand anders notifications. Baie baie mense en ek het nog gesien vir al gezien, op Facebook. Raak dit dik dit on die toxicity. Hulle love it om om heeltijd negatief te wezen... en heeltijd negatief te komen. Ik beloof voor jou ja. zonder om ik blok mensen zonder om twee keer over te worry, want ik voel zo gaan gaan gooi poef op iemand anderse stoep. Ik exactly. heb jou niet, ik heb jou niet nodig in mijn leven. Nie. Nee, ik is ruthless wanneer het komt bij sociale media. Ik ga niet mijn ziel versondig op een platform Ik ga die platform aanpassen totdat dit mij dient, ja. totdat dit voor mij geeft wat ik wil En zo ik love Twitter, want mijn Twitter feed is zo Amazing, boeiende, useful content. Ja. En als er iets op is van de koude, dan unfollow of blok mm. die levende. Maar je moet toch. Ik ik het ook. Als ik het, het ook leuk onlangs eerst begonnen eindelijk weer op Twitter ingaan. Ik was maar. Ik vind het wel stupid dat we social media komen. Maar net gebruiken ze een platform om je om content, content uit te krijgen. Ja. Ja. Want van deze is issue. Ik denk al hoe meer als het net over gepraat voor content, om je om content goed al bij te krijgen. Ik mm. denk in elk geval social media gaan. Ek, tot 'n voorspelling maar kan oor die lang termyn al die ander platforms vir ja. Fleex al die goeie goeders ja. ooroorleep. Jy gaan jy gaan een plekie waar jy gaan shop, Fleex kyk, persoonlike opinies lewer, nuus kry, alles 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 in 'n finaal wees. My teorie rondom sosiale media is dat net soos wat as jy die radio aansit, jy een ding wil hê en as jy na 'n spesifieke radiostasie begin luister. Jy gaan nie 702 aansit as jy Die niet de hardste ja, hip-hop wil worden. like Like, that'll yeah. never happen. Yeah. Jij gaat niet Jack a aanzetten als je talk rijden wil hoor nie. Net Netjes wat jij niet Twitter gaan opmaken om TikTok-content te zien. Mm. Al altijd op sociale media nou gebeuren is, in die oud-dame jij couranten, in tijdschriften, mm. in TV, in radio gehad. En je hebt een sorry gekocht als je sorry content van hen hebt, dat land bij werkblad. Exactly. Yeah. Nou, het die verscheidenheid platforms net. Je moet breed geraakt. Nou, en nu kan jij binnen platforms jouw stream en legt een cure uit. Jij kan besluiten als al wat jij op Pinterest wil zien, Tijnmark tips is. Ja. Dan is al wat jij op Pinterest gaan zien, Tijnmark tips. Want het ja. is al wat je algoritme via gaan voeren, want het is al wat jij respondt. Ja. Mijn Instagram is 90% katten. love Instagram. Want as ek Instagram oopmaak, is dit net kat video's yeah. en ek sit 'n hele helfte van die tyd oor ander mense se cute katte. So wanneer mense sê, "O, oh, Twitter is toksiek of ek, ek, ek haat nie van Instagram nie want daar's net hot chicks wat so die hele tyd selfies post en as ek wel ek follow definitief nie enige van hulle nie. Wat my Instagram lyk like, heeltemal anders as jou nou. Ja, ja. Ek 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 moet sê vir my is dit 'n entertaining ding en ek, ek ek is ek is nou so as ek dis so half, dis waar wat jy sê, maar so half afhangende van my mood. Of als ik naar wel wil als ik nie wil Nies kijken of ik wil een beetje en goed, dan je vangt jezelf zo so van, dan ga je op Twitter, dan zoek je die Nies. Mm. en dan zie je iets en dan ga je en dan, dan voel ik mezelf zien als ik haal op die comments en dan zeg ik zo, kijk hier idiot! Mensen, zo so yeah. stupid! En dan omgehoord, oh. en dan voel ik mezelf zien als ik een uur bezig ben met die goederen, dan kan ik zo so ontstel dan zeg ik zo, ach hier ik Nee, vorm, boundaries Rikus, boundaries! Yeah. Nee, maar ik zei maar, die, maar a no but, amount of water can sink a ship if it can't get in. En dan ga ik weer TikTok doen dat is voor mij great, dan ga ik weer net van Hey, yeah. -hoo -hoo. En, oh, en volgende. En, en wat ik love van TikTok is TikTok. Het uh, ding wat tellen nou... Die comment wijzen van iemand wat ze nou... Kok, ja? En dan zeggen ik wil het voor jou zeggen. Woorly. Jy dit ek gee eintlik fek glad nie om wat jou opinie is, maar ek het dit nou net vir jou famous gemaak. Gou video vir jou maak. Ja. ja. En en TikTok is net vir my so weer want baie mense raak massively groot in famous, maar net binne die ding van TikTok. Maar weet jy wat nê? Wanneer jy wanneer elke keer wanneer ek gekonfronteer is, en hy Snapchat was op 'n stadium ook groot. Ja, ek het ook dit. En onthou jy Mixit was op 'n stadium ook groot. Mixit was alles. En onthou jy hoe groot was MySpace? Nee. MySpace was Pre-Facebook was MySpace TikTok. Yeah, Oké. Okay. Elke keer als daar soe, een nieuwe cool platform is en ons als oud-millennials kijk dan aan. gaan... Ik oh, weet niet wat die nu is. What wat me ik nou hiermee ook? Dan herinner het mij aan een raging argument Wat ik met een van mijn bazen in Nieuw-Zeeland tijdens de 2011 Rugby World Cup gehad heb. En die raging argument is zo gegaan. Oh, Elma zei. Ons doen elke dag 'n blits storie oor wat in die koerant is mm. in New Zealand. So ons het letterlik elke dag gaan, gaan koop op die koerant die New Zealand Herald. Daar sit 'n blaaie ek en Bob skiens daar die New Zealand Herald and say today in the New Zealand Herald they have a story about X Wan Zed. Ja. I think we should also feature Twitter. Da. Dag. Dag 2. Let's feature Twitter in the newspaper roundup because a Samoan player has slagged off the IRB on Twitter. Nou. Letterlijk is dit zo so gegaan voor werken aan een en op die dag heeft hij mij gezegd: Dit was september. by Christmas no one is going to care about Twitter. It's probably not even going to be around is, anymore. is niet helemaal accuraat met dit. Nie. Maar dit is die punt. <laughs> want omdat hij niet op Twitter was, niet. Ja, omdat hij niet die exactly. punt van Twitter gezien niet was hij zo so no one cares. Dus ja. so, uh, dit is zo so belangrijk om. Niet omdat jij dit niet bruikbaar vindt, niet. Yes. Nierie plas. Moet dit nie Moe afskedie nie. Heiker. Jy het 'n doel. I have a deal. I have a deal and I I have a I have a mark waarop hy kuiter. Exactly. En daardie mark word obviously gedien. So Als je als dit uit een positief perspectief uit en zegt... ik heb wel deze geleentheid om class consumer wat ik obviously niet is, te kunnen bestuderen. Ik hoef niet, ik hoef niet samen te spelen, ik hoef niet ook te doen, Je ja. kan ook niet zo's per dus Het om een om winkel. Ik babawinkel... Mean, ik ga nooit baby doen, Maar als ik nou zo's vandaag samen so met iemand een babysitting beladen... beland, dan ga ik zeker probably daar rondlopen en gaan Lieve aardig, het is aardere so duur. Mm. Dit betekent niet dat ik moet nou een en niet. <laughs> dit is baie keer rarig net Je ook 'n great ja, 'n great geleentheid om op hierdie platforms te gaan en bietjie rond te kyk. Ja, it is entertaining. En yeah. daar's en daar's 'n great stuk in die boek. Ek het 'n verskriklik interessante onderhoud met ehm um, Vian Magic gedoen. Nou, hy is een van die most followed TikTokkers in Suid-Afrika, jy weet, hmm. so miljoene, miljoene, miljoene followers. Hy bly in Highline, Frankfurt. Okay. In die Vrystaat en hy is 'n magician. There en Hyde soos 'n jaar terug al 10 miljoen followers op, die, op TikTok gehad. Ja, maar dis dis 'n great story. Nou hè. Ja. En ek het met hom die lekkerste gesprek gehad. Hy was so vrymoedigheid vir my alles vertel van presies hoeveel hy vra vir elke kampanje en hoe hy daarby uitkom en blabla blabla. En Hyde vir my gesê die grootste fout wat meeste mense op TikTok maak is hulle dink Die goed wat je op Twitter doet. Die goed wat je op Facebook doet. Die goed wat je op Instagram doet. Kan je net zo so op TikTok doen. Nee, hij nie. Niemand mag TikTok op om jouw Instagram-video's, Instagram-stories yeah. te kijken. Anders zou alles zin, Anders zou het wel geweest zijn. En hij was zo so lekker open-minded. Ik was zo. Gaan TikTok weer een jaar nog bestaan? Zou zei zo? Ik weet niet. Ik denk het gaan. Nee, maar toen zei hij. Ik heb nu 10 miljoen followers op TikTok. Yes. Ja, ja. Gaan het weer een jaar bestaan? I don't know. Myspas bestaan nie meer nie. Ja. Yeah. Ehm um, Google het op 'n stadium 'n social media platform probeer launch Google Plus wat glad nie meer bestaan nie. Ehm um, Snapchat is feature glad nie meer nie. En niks van hierdie goed is permanent nie. Yeah. Wat jy bou is 'n handelsmerk wat die platform moet transcend. So initially is jou hele brand op hierdie platform. Oh, ehm yeah. um, initially was Kim Kardashian se hele brand Keeping up with the Kardashians. Mm. En nu is die ding neergebonden. Initially was jouw was jou bezigheid één ding geweest. En nu is hij 900 verschillende vertakkingen. Mm. enige sociale media platform, enige influencer launchpad, is ook maar net fase 1. Mm. En dit is wat allemaal in een gemeenheid. Nadia Jafta heeft 900 verschillende goed proberen voor zij die Nadia Jafta geworden heeft wat zij nou op Instagram mm. is. En op TikTok is zij. Sy was 'n fashion blogger. Sy het dansvideo's gemaak, sy het make-up reviews gedoen en sy het eers viral gegaan en 'n audience gebou totsy haar ma begin prank het. Dis wat veral die die break deur hier en sy het soos opgehou om deeltyd haar te lyk like op haar video's. Sy het mm. net gelyksos wat sy by die huis om haar lyk. Like. Sy het haar op, oupa begin afneem reële stuff. Hulle het soos gepraat oor like tampons koop en goeders mm. en skielik was mense so as het ek mense resoneer. Ja. Yes. Wat dink jy nie? Dink jy nie dit is 'n gevaar? Ehm um, ek ek dink daai spot on. Ek dink ek dink mense wil resoneer en hulle wil hulle wil aanklank vind by iets en niemand wil daai niemand wil sien hoe goed jy gaan actually nie in in die fakeness daarvan met die beste ligte en al die in jou tande is gepolish en jou yeah. hare is Olie in hebt bolas gekletst en alles is grijp. Yeah. So, maar die vraag die ik wil vragen is hoe toxisch kan social media wezen? ik denk vooral op, ons is een nou beetje want ik weet ons was niet gedefinieerd en een gevormd. Mm. Mm. Ons, ons was al een beetje slimmer. Yeah. En In een beetje normale tiener mm. goed wat uit dieer gaan door mm. social media gaan mm. bangen. Maar die kinders van vandag. Ja, dis ek. Dis ek gaan vir jous ek kry baie keer, ek weet nie hoe vir baie kry jy dit ek nie. Ek vra jufrou, hoe veel koolpicks stuur mense so vir jou? Want Facebook. ek kry dit glad nie. Ek moet vir jou sê, ek kry dit bitter, ek kry glad nie. Facebook is 'n vuil plek. Ja. Maar ek blak ook sonder soos ek sê om twee keer te dink. So as iemand vir my iets stuur, dit hoef nie eens 'n dikpiek te wees nie. Dit kan mm. ook net iets wees wat net van lekker voel nie. Ja. Blok vir jou. En want ek ek kry baie dan Instagram en in daai tyd ek sê ek, 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 ek weet nog net lekker van na gaan met TikTok nie. Maar baie boodskappe van van jong kinders en goed wat wat skerie is vir my. Wat sê soos weet like my net en gee my 'n shout out so asb lief want ek wil met my maatjies gaan nou van hou of wat ook al. Nou weet je niet. Nou wat moet je doen? Want je voelt zo. So, Fuck, mm. moet ik het helpen. Maar dan help je iemand van die wal of van die sloot. Exactly. Um, maar dan wel eindigen. Verstaan? Dus scary weer. En, en wat je gevoel is dat hoe moet iemand daar handelen? Oh, ik denk niet. Als ik gehad het zou willen niet op sociale media geweest, het voerlus is 18 is niet. Denk je dat? Maar, maar hoe ga je dat doen? Je kunt het controleren. <laughs> je korte de Volgens jij, kom, kom rij bij die snoepje. Ik geef voor met tamagotchi voor en fifty Ja, maar de batterij gaat langer Ja, het ja, batterij uit bij lang. Je kan bellen in en sms, ja. niks anders niet. Um, nee, zo so ik weer. Dit is verschrikkelijk moeilijk. Um, weet je, weet je, en mijn koop vergelijkt dit voor mij met kennis wat de worst al modelwerk gedoen heeft. Mm. So daar was daar was altyd Daar was altyd een of twee girls in ons skool. Ons so hulle soos daai girl doen modelwerk of hierdie een was in 'n music video. Ooh, yeah. En daar's almal so so. Ooh. En ek het ek het modelwerk gedoen op universiteit om vir my studies te betaal. Maar ek was besig om regte te swaat en in 'n radio te werk. En so daar daar was 'n da baie groot soos verskil tussen die persoon wat hulle wou hê vir modelwerk mm. en die persoon wat ek op Selam Bos was mm. wanneer ek ...geswaad in en radio gedoen het. Like, twee mm. goeders mij geankerd... ...en ook, ik was niet meer 12. Ik ja. denk, denk net zoals... ...wat het niet nie altijd voor meeste... ...kinders great is om op een jong... ...ouderdom, zoals 13, mm. modelwerk... ...te doen, niet, Because it gets in your head. Is sociale media soortgelijk... ...gevaarlijk, um, want... Om 'n tiener te wees is rof ou. Ja, taf, ou. <laughs> dis taaf. Dis flikkerhard. Veral vandag. Eers kan ons seker die meeste goed in die wêreld. Erg. So ek voel as 'n tiener, moet jouself net nie blootstel aan goed wat jou nie dien nie. Net ja. soos wat ek nie notifications wil sien wat my nie dien nie. It's like dit dit is regtig nodig nie. As 'n groot mens En dis een van die goeders wat ek in die boek probeer duidelik maak. As jy 'n influencer wil wees, beteken dit nie jy hoef soos Kim Kardashian mense toe te laat in jou huwelik, ja, ja. in hoe jy jou kinders grootmaak, in jou persoonlike lewe en elke minute detail van elke ding wat jy eet nie. Jy kan ook 'n influencer besigheid bou wat 100% buite jou persoonlike lewe staan. Byvoorbeeld daar soos 'n vrou wat ek in die boek as 'n voorbeeld gebruik wat 'n hele influencer besigheid gebou het op Write for it. Pampoenresepte. Al wat sy doen is sy Instagram resepte wat pampoen bevat. En allemaal wat hen follow, is daar voor papoenrecepten. Ze ja. zijn daar voor katten, en ze geven je omhoog hoe ze niet. houtwerk doen. Nie. Ze stellen in belang. En dat is wat built her business on. Net zoals so wat mensen wat gaming reviews doen. I mean, dat is huge influencers wat gaming reviews doen. Je weet niet welke hun kinderen like niet. Mm. je weet niet welke hun like niet. al wat ze doen is gaming reviews. Dus mm. so je kan volledige influencer zijn, en een fantastische influencer bezigheid begin, zonder om jong, hot, mooi, en... populair te wees. Mm. Daai goeders is nie 'n vereiste vir great inhoud nie. En dis wat ek probeer sê in die boek is ek werk al so lank in inhoud, ek werk al so lank in radio en TV en al wat ons eintlik die hele tyd doen is om inhoud te vervaardig, mm. maar ons vervaardig nie onsself nie. Mm. Daar's baie mense wat in TV en in radio amazing content maak en jy weet niks van hulle persoonlike lewe af nie. Dis nie yeah. nodig nie. Ek het byvoorbeeld vir verbouer Bos gevra as iemand wat 'n baie high profile egskeiding deur is, wat sal jy nooit weer doen nie? En toen zei hij, de probleem is als mensen zegt met wie je uitgaat, gaan ze wel wanneer je opbreekt. Absoluut. Eerlijk, ik denk dat şey mensen love die dat Ja. Je kan het duidelijk zien, een klomp mensen zegt, kom maar uit, snces, is mijn nieuwe kind. Ja. Hier's alles hier sit en hier's my waar my klere en ek asseblief kyk alles asseblief asseblief ja. ek like it, ek like dit ook niks ek mm. wil nooit te onderhoud of iets in my huis of niks nie en en my persona en my persoonlike ehm uh, um, werk pers is is twee heeltemal verskillend ons is nie taak. in jou actual huis nou nie nee, exactly we're in my studio maar maar <laughs> <laughs> ma dis wat ek probeer sê in die boek is daar is nie net een manier om 'n influencer te wees nie om ja, 'n influencer, exactly. influencer te wees is nie om na Regta te wees nie om 'n influencer te wees is nie om maps kon jy net weet nie. Daar is sekere waardes en vaardighede en 'n um, vlak van professionaliteit wat hulle almal in gemeen het. Mm. Maar jy kan jou influencer besigheid bou soos wat dit vir jou werk. Mm. Jy kan jou inhoud skep op jou manier en hoe gemakliker jy daarmee is en hoe eerliker jy daaroor is, hoe en weetie wat Die notion dat ons mense be grudge wat geld maak uit influencer content uit is heeltemal misplaas. Ons be grudge mense wat ons intelligensie onderskat. Wanneer die Springbokke uitdraaf op 'n rugbyveld en dit sê MTN op die jersey, I mean so groot soos hulle flippen gesig. Daai logo is belagsaam enorm. Niemand kan dit miskyk nie. Niemand kan die kase lager op die veld miskyk nie he, want dit is so groot. Niemand van ons resent die Springbokke, Ciaculisi, jy ben eetsbait of saar hoe vir die feit dat hulle die ding kom erseialiseer op yeah. the Wazu nie. Dit yeah. is nie 'n issue vir enige van ons nie. Ek resent nie influencers wat sponsored content doen nie, mits dit bruikbare sponsored content is. So as jy vir my goed vertel oor tuinmaak wat ek eintlik nog altyd oor gewonder het en jy sê vir my, by the way, Hierdie ou het hiervoor betaal. Hierdie brand het vir my hierdie mm -hmm. produk gestuur en dis hoekom ek jou daarvan vertel. Ek is besig om geld te verdien uit hierdie ding uit. As die content useful is. It's good enough if it's fine. It's dit, fine. Wat wat ons irriteer aan influencer content en wat ons irriteer aan span kan oor die algemeen is wanneer dit oneerlik is. Mm -hmm. O, hierdie is die beste velproduk wat ek al in my lewe probeer het. Hallo. Oor <laughs> 'n maand Hier is ja. mijn nieuwe ginsling. Dit is die beste vuil product. Dan zeg je zo eens. Jij so hebt letterlijk drie weken geleden jouw ziel aan precies die mm. tegenwoordig product voor so Zoals I don't know what to believe anymore. Integriteit is zo so belangrijk. En dit weer eens het resoneren. Meestal kan hij bullshit optellen. Ze ja. laten gaan kijken en ze zeggen: ach, come on. Ja. Dit is dit, dit baie belangrijk wat je daar zegt. Denk jij? Denk jij? Er um, gaan nog is going forward voor conventionele media. Uh, conventionele, traditionele... eigenlijk wel al, alle mediaforums, Of het nou radio, of het wat ook al is. Of denk je dat, jongens en het zo mogelijk... die transition maakt? Ik werk al van 2005 af aan en af in de radio. Nee, 2003. Um, en ik werk nog steeds in de radio... omdat mensen nog steeds radio luisteren. Ja. Goeie content... Ja. gaan altijd consumers zijn. Ja, ik okay. denk, door is... een paar traditionele mediaplatforms... wat... Alles standaarden verwaarloosd ja. en mensen verloor. Wat nou het meeste opties, We het bijna meer opties, um, maar wanneer jij goed doen, traditionele media biedt nog steeds als jij een uitskipper is en je wil leren. Ik zei altijd voor mensen wat naar mij te komen zei: Ik wil ook doen wat doen met jij wil doen als ik ga werken bij je plaatselijke gemeenschapsradiostatie. ...dan mm. lust nie, is, niemand luister de radio niet, Dat gaan eigenlijk van gaan leren. Ja. Gaan leren niet doen stories te vertel, hoe om onderhoude te doen, hoe om inhoud te vervaardig op 'n manier wat jou luisteraar dien, want radio het baie min spasie vir ego. Daar's nie beligting nie, daar's geen gramering nie, niemand nie. gee om wat jy aan het nie. Jy kan nie wegkruip agter jou mooi gesigie nie en jy het baie min tyd. So dit leer jou hoe 'n baie lean soort inhoud maak wat absoluut, want radio is always about the listener. zo um, so ik denk radio heeft geweldige baie worden wat het inhoud. en En er zijn baie mensen die nog steeds aan luisteren. En radio t, I mean toen tv uitgekomen het, het allemaal gezegd radio is dan over. Hm. Mm. 10 jaar gaan niemand meer radio luisteren nee. Video killed the radio's En And zijn here. En we're still yeah. En we're still yeah. Ik wil je vooral. Laat anders gaan we naar weer, je weet, toe gaan het. Mm. En kan niet bier drinken we iemand houdt jong mens, of wel een mens wat a, wat 'n influencer wil word behalwe nou om 'n boek te koop. Wat is jou raad om weg te spring? Inhoud beteken nie persoonlik nie. So jy kan inhoud maak sonder om dit oor, om jouself te bou. As ja. jy 'n swak selfbeeld het en jy hou van jou vel nie, maar jy lief is vir pampoenresepte of whatever it is for you, bou jou influencer besigheid rondom dit. Ja. As jy passiefvol is oor iets, is die kans baie groot dat daar ander mense is wat net so passiefvol is of amper so passiefvol is of miskien geprikkel is daardeur en baie by jou wil leer. So uh, kyk na jou belangstellings en bou jou influencer besighede op. Ehm um, ek dink om wanneer jy dan 'n audience het en jy begin dit monetize en dit raak hoe kommersiële ding en jy werk saam met brands. Dink aan jouself Een shareholder van die brand moet niks op jouw platform doen wat jij niet zou doen als jij niet een shareholder van je brand mm. was, zoals ik een shareholder van Kingsley is die brand op jouw was mm. en ik moet zo so meteen een campagne doen, dan zal ik niet. Ik zal niet die boeken van de dingen hebben, ze niet. Ik zal niet. Um, kort paaien vatten, want van de niet die bezigheid niet. Wanneer jij werkelijk zoals een alder denkt, gaan die mensen samen met wie jij werkt, die brands samen met wie jij werkt, het raak zien. En dan mm. ze gaan jou loven daarvoor. Er mm. was voorbeelden in die boek van influencers wat letterlijk voor brands cool, wat wil ons met die campagne doen? Dan zei die brand, ons wel A, B Dan zei ze, oké, cool. dan check hulle na 4 weke in dan sê hulle cool het ons al ABC bereik en sê die brand nee ons is nog nie daar nie as jy like okay, cool ek gaan aanpassings maak ABC D kom ons hou 'n meeting kom ons brainstorm maak aanpas aanpas aan 'n aan, aan. maand later het ons al ABC bereik en cool, die brand sê nee dan sê hulle cool ek sal nie invoice nie daar is iemand in die boek wat dit gesê het en dit was vir my so 'n eye opener want ek het met verskeie mense in die bedryf agter die skerms gepraat en gesê wie se influencers wat Het is wat ze het is die flippend like legends is en dat allemaal van die imperatoren gaan gepraat. en ik heb het onmiddellijk gegaan. net oor daaraan gedink nie. Ja. So dink soos 'n dink soos 'n shareholder, want sodoende raai jy soos 'n shareholder, daai brand gaan sommer daai persoon werk vir ewig. Ja. Forever and ever and ever and ever and ever. Mense hmm. love daai influencer so baie en hulle is devout dat hulle hernie die hy kontrak oor en oor en oor. Hmm. Um so ja, so 'n uh, content en um jou influencer besigheid hoef nie oor jouself te gaan nie, dit kan oor jou belangstelling gaan. Dink soos 'n shareholder. En as jy droog maak. Ounit. Oh, jy het, jy kan een van twee gedoen. Jy kan hou daan vir die live. Voet hmm. by stuk, fokkie res of jy kan besluit, gaan ek nou reg wees of gaan ek wen. En baie keer moet jy wow. verkeerd wees om yes, te kan wen. Ja. Ek tog is dit nie gewoonlik as ons dalk wiskie syp wat ons so diep raak. Daai ek wil jy reg wees of wil jy wen is ek 'n bietjie raad wat ek paar jaar gelede by iemand gekry het en ek het dit al oor en oor en oor in business veral in business dealings veral as jy onderhandel met mense vir alles as jy in 'n baie politically charged environment werk. Ja. Oor en oor en oor kom jy by hierdie T-junction en dan is daar twee opsies. Jy kan reg wees of jy kan wen. Partykeer mm. is reg nie wen. Nie wen. Oké, hey, Jonas is in je leven wel iets zo so diep gehoord. Ooit. <laughs> We moeten maar even kijken. Dank je, Allah. Zakker voor ons koop. Jij kan maar je twee boeken weggeven. Dank ja? Jij eet je eigen kopie. Hak je het? Ja. Zie so, je. Ik weet niet, het gaat. Share, alsjeblieft, jullie goed. En als je die boeken wat, wat is onze hashtag? Wie kan me influencer Of wat eet je hashtag voor mij? Nee, dat is oké. Okay. Um, Mensen kan maar net, jij kan besluiten wie wen en hoe. Thanks. So, dat is nice erg Dank je wel. Het is een plezier. Dat was great. Ik weet niet of ik nog gaan sype, maar dat kan nog zijn. Volgende keer. Oké, okay, Ella. Yes. Iete uh, ons het voor van de op Twitter gevrouw. Je ja, gaat zingen. in je chat, Poor, vraag is. Mm. Eerst die een is. Wanneer join je OnlyFans? Wat is dit? <sighs> Wat is Alleyfans? Ah, oh, fuck. Sportgoed, Dit is die type ouw wat ik blok. Oeh, is het gaga? Is het een wille ding? <laughs> ik ken misschien hele jong mensen zo so goed, jong. Ik is wel... Ma... <laughs> Je kan kak praten. Herman Beekers het gevraagd, wanneer is jouw programma met Skalk en John van de Westhuizen? John de Villeers. John de Villeers. Fuck, mijn oogjes. Skalk is een prouw. Skalk is een John John is actually flippend snaar. John is flipping. hij is, is net zo so een maar Skalk is Ik je als je rugby kijkt, dan denk je oh, je eet net kinders <laughs> en hij vernietigt mensen zijn <laughs> en onze hadden dat is show, al op, op de yes. scene in die chat een yes. gehad my, yes. die gast, ou, yeah. en wij hadden What wat een lekkere uit. en wat een clever uit. Yeah. Ja. hij is great als een presenter ook, en John. Is die ding weg? Wanneer doen jullie het weer? Um, nee, ik weet niet vooral maar voor Woudekom. Dat was great. Jullie Jy, kunnen het doen. Dank je. Uh, wat is je beste joke? Uh, wille hond? Nee, wille ween. hond. Ik doe niet jokes, je rekent toen jokes. <laughs> ja. Ik ga je boosje, kan beter voor als dat kan. Anyway. Onlyfans, fans, rare. Hmm. Wat is dit? Google. Onlyfans. Google Zie Zeg mij, wat CDU de Only Fans. Onlyfans. Eens kijk. Onlyfans.com. Moes International. Dat is niet local. Onlyfans. Wow, sign up. Wil Nee, Nee? Wel, dan I mean, ben niet kan. Is het nou weer... Wat zal die stel Oké, cancel. Los dat dan.